Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video vertel ik je weer welke boeken ik heb gelezen. En dit keer zijn het de boeken van april. Ik heb niet zo'n hele lange lijst, moet ik zeggen, want ik had best wel wat grotere boeken. Ik ga ze even tellen. Het zijn 5 boeken die ik heb gelezen, dus het valt mee. Ik heb er normaal wel eens meer, maar volgens mij was april ook niet een hele lange maand. Dus dat ligt er natuurlijk ook aan. Maar goed, ik ga je gewoon weer even vertellen welke boeken ik heb gelezen. Ik vertel je even wat meer over het boek en wat ik er dus van vond. Mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen heet Door Schade en Schande. En dit boek is geschreven door Lex Martin. Ik heb hier al meerdere boeken van gelezen uit deze reeks. En dit boek gaat over Madeleine McDermott en Darren Sloan. Het zijn allemaal Engelse namen, dus ik vind het altijd een beetje lastig om die uit te spreken. Madeleine die heeft in eerste instantie een relatie, maar zij betrapt eigenlijk haar ex met een ander. Zij verschuilt zich nog even als ze hun dus bezig ziet en zij maakt daar dus stiekem een filmpje van. En dan valt er eigenlijk wat om en wordt ze dus, horen ze dus dat zij thuis is. En zij maakt het eigenlijk ook direct uit met die ex, wat logisch is. Die ex van haar die is ook een sporter en ze heeft het daarna ook even helemaal gehad met sporters. Omdat het appartement gedeeld werd met haar ex, trekt ze tijdelijk even in bij een vriendin, totdat zij een nieuw appartement heeft gevonden. Dan ontmoet zij Darren Sloan en hij is best wel een aantrekkelijke man. En daarnaast is hij ook een van de beste quarterbacks van het land. En dat maakt hem dan ook een van de meest begeerde vrijgezellen van het land. Darren die woont naast de buurvrouw van Maddie. Heeft een buurvrouw en die buurvrouw is dus de vriendin van Maddie waar zij tijdelijk intrekt. Dus ze ontmoeten elkaar al een paar keer. Zij komt een paar keer bij hem op een feest. En ze vinden het op zich wel een aardige gozer, maar meer ook niet. Zij lijkt ook eigenlijk best wel immuun voor zijn charme. En hij krijgt een paar keer boze blikken van haar. En hij heeft zoiets, nou, ik ga het bij deze vrouw niet redden. Maar dan is toch wel de vraag of Maddie dus zo immuun blijft voor zijn charmes als dat zij doet voorkomen. Uiteindelijk op een feestje hebben ze allebei wat te veel gedronken en gebeurt er toch wat meer dan dat er eigenlijk gebeuren moest. Maar Maddie wil absoluut geen relatie, dus ze houden het eigenlijk een beetje platonisch. Ze hebben het wel heel leuk. En ze worden op een gegeven moment zelfs een keer betrapt door een van de vrienden van Darren, ook een van de sportploegen. Maar uiteindelijk blijkt Maddie dus toch niet zo immuun voor de charmes van Darren dat Darren in eerste instantie lijkt. Dus uiteindelijk komen ze wel bij elkaar, maar er zitten heel veel hobbels bij. En dat maakt het allemaal wel wat moeilijker. Ik vind het ook, dus dat is eigenlijk het enige wat ik over dit boek kan vertellen, omdat ik niet te veel spoilers wil weggeven. Het is wel zo dat je de personages van de vorige boeken ook wel eventjes terug ziet komen in deze boeken. En dat is wel heel erg leuk, want ze staan bij mij dan toch nog, omdat deze boeken nog niet zo lang geleden heb gelezen, wat helderder op mijn netvlies, zeg maar. Ja, op mijn netvlies. Ik ben iemand die een boek leest en ik bedenk daar gelijk ook een gezicht bij. Ik bedenk daar het huis bij waar ze bij wonen, dus mijn fantasie gaat helemaal aan het werk. Dus daarom zeg ik op mijn netvlies. Het is wel leuk dat je hun ook nog even terug ziet komen. Dus mocht je benieuwd zijn naar dit boek, zou ik ook zeker aanraden om eventjes de hele reeks hiervan te lezen. Dus ook even de eerste 2 vorige boeken, want dan heb je het verhaal compleet. En dat vond ik zelf wel zo leuk. Het volgende boek wat ik heb gelezen is Vergoed van Natasha Madison. En dit boek komt uit de spin-off serie van de Soulmate serie. Dit boek gaat over Caroline en over Justin. Caroline die is een tienermoeder en zij is dus op haar 18e al moeder geworden en ze kreeg een leven wat ze eigenlijk niet had verwacht. Haar ouders hebben haar op dat moment uit huis gegooid en haar ex dat was gewoon eigenlijk een hele nare man, want die gebruikte heel erg veel drugs en die stal eigenlijk bijna het brood uit de mond van zijn eigen kind omdat hij zo verslaafd was. Dus op een gegeven moment werd ze eigenlijk een alleenstaande moeder en ze probeert eigenlijk alle eindjes aan elkaar te knopen. Ze heeft meerdere banen en nou ja, goed.
Zo probeert ze dat te doen. Haar zoon is eigenlijk heel erg groot hockeyfan. Dat is ook een van de dingen waar hij heel veel om geeft. Op een gegeven moment heeft hij een hele leuke zomerhockeytraining gewonnen. En Caroline wist ook dat haar zoon de tijd van zijn leven daar zou krijgen. Dus ze gaan daarheen en dan ontmoet ze de nieuwe zomercoach. En die zomercoach, dat is Justin. En Justin Stone is een hele knappe, aantrekkelijke man. Maar Caroline weet diep van binnen dat ze slechte beslissingen moet vermijden en dus niks moet aangaan met Justin Stone. Hij is wel heel geïnteresseerd in haar. En eigenlijk, zij weet diep van binnen. Zij zou nooit de perfecte vrouw kunnen zijn waar zijn familie op zou hopen. Zelfs al zou ze dat willen. Justin die is opgegroeid als de zoon van de hockeygod. Zijn broer is eigenlijk ook een hele goede speler. Eigenlijk is het zijn halfbroer. Of stiefbroer zelfs. Halfbroer dus. Ik zei stiefbroer, maar het is zijn halfbroer. Hij heeft zijn eigen stichting opgericht. En de zomer, dat in zijn vrije tijd, het was de tijd van zijn leven. En hij besloot om die hockeytraining op te zetten voor kinderen die het dus wat minder breed hebben thuis. Maar die het wel heel leuk vinden om te hockeyen. Toen kwam Caroline dus binnen met dat zoontje aan de hand. En zijn hart stopte direct met kloppen. Hij had gelijk zoiets van, dit vind ik een leuke vrouw. Hij wist ook dat het heel moeilijk zou zijn om haar te kunnen krijgen. Want zij woonde in een huisje dat heel slecht beveiligd was. Haar ex liep ontepas binnen en de zoon van Caroline die had van die hockeytraining hebben. Ze hadden een hele mooie sportoutfit gekregen met hun namen erop. Dus het jongetje was helemaal blij. En die vader komt langs en die heeft dus gewoon die hele sportoutfit gestolen van het jochie om te verkopen voor drugs. Ook krijgt Caroline elke keer die drugsdealers van haar ex aan de deur. En als Justin dat weer eens ziet, dan is hij er gewoon klaar mee. En hij zegt tegen haar, je komt nu gewoon mee, want dit huis is gewoon niet meer veilig. Dus met tegenzin en mokken gaat ze wel met hem mee en eigenlijk wil ze dat helemaal niet, want haar zoon kan heel goed opschieten met Justin en ze is gewoon heel erg bang dat hij zich aan hem gaat hechten, omdat ze gewoon denkt dat het niet iets is voor de langere tijd. Dan gebeuren er echt een paar hele heftige dingen. Zij is ook iemand die graag naar de kerk gaat en op een gegeven moment wordt zij dus... krijgt zij ook een baan bij de kerk omdat ze ontslagen is. En dan gaan ze op zondag met de hele familie van Justin gaan ze naar de kerk toe. Daar staat die ex op haar te wachten. En die haalt eigenlijk een beetje uit. Waardoor Justin dus ruzie krijgt met die ex. En dat loopt allemaal niet zo lekker af. Caroline heeft ook heel weinig kleding. En de zus van Justin die heeft een eigen kledingbedrijf. Dus hij laat heel veel kleding voor haar komen. Wat in eerste instantie wat zij helemaal niet wil aannemen. En dat vindt ze heel erg moeilijk en zo. Maar eigenlijk uiteindelijk bouwen ze een hele mooie relatie op. Maar het gaat heel moeizaam. Het is echt een heel, heel mooi verhaal. Ik ben echt dol op deze boeken van Natasha Madison. Want ik vind die verhalen echt gewoon heel mooi opgebouwd. Er zit gewoon echt een verhaal in. Het is niet zo dat je denkt van, oh, het zal wel. Ik had ook echt zoiets, ik wil doorlezen. Ik wil weten wat er nu gebeurt. En dat heeft me heel erg getrokken aan dit boek. Dus dit boek vind ik ook zeker echt een aanrader. Het volgende boek wat ik heb gelezen was een heel heftig boek. Dit boek is Verenigd. Dit is geschreven door Kaat Bromberg en het komt uit de Drijvers-serie. En dit is deel 5. Dit boek gaat over Riley en Colton en hier gaat hun verhaal eigenlijk verder. In de vorige boeken is er op een gegeven moment wel een soort van epiloog gekomen. En kwam je er wel achter dat ze ook kinderen hadden, maar je wist niet precies hoe dat in elkaar zat. En dat vond ik een beetje rommelig, maar nu kom je daar meer over te weten. Riley die lijkt eigenlijk na een hele... moeilijke tijd blijkt ze toch zwanger te zijn. Want ze hebben het wel geprobeerd, maar het was niet duidelijk of dat zou lukken. Want zij heeft een heel ernstig ongeluk gehad. Dus het was niet zeker of zij zwanger kon worden. Nou, uiteindelijk wordt zij zwanger.
En ze zijn allemaal heel blij. Ik moet wel zeggen dat Colton best wel angstig is. Omdat hij niet weet of hij een goede vader zou zijn. Omdat hij zelf geen goed voorbeeld heeft gehad. Maar goed, ze zijn heel erg blij met de zwangerschap. Dan duikt er ineens een filmpje op. Wat jaren geleden is genomen van Colton en Riley. Wat niet zo heel erg netjes is. Riley staat wel onder strenge toezicht, zeg maar, van haar gynaecoloog, omdat het gewoon een zwangerschap is die niet zo makkelijk op gang kwam. En zij heeft best wel regelmatig een hoge bloeddruk. Dus als zij dan weer bij die gynaecoloog komt, blijkt ook dat haar bloeddruk heel erg hoog is, omdat ze dus dat nieuws hebben gekregen van dat filmpje. Nou, dat zorgt toch voor heel veel strubbelingen tussen Riley en Colton. En het gaat eigenlijk helemaal niet goed met haar, want het gaat alleen maar slechter. En ze moet bedrust houden en dat kan zij niet. En zij vertelt het dan ook weer niet aan Colton, want dan weet ze gewoon dat ze het huis niet meer uit zal komen. Alleen, bij het werk komt dat ook. Bij het werk van Riley komen ze er ook achter dat dat filmpje is uitgelekt. En hierdoor wordt zij ook non-actief gezet, want zij werkt dus met kwetsbare kinderen. Dat is voor haar heel erg moeilijk, want haar werk is haar alles. Dus dat zorgt voor nog meer stress en dat is voor de zwangerschap helemaal niet goed. Colton gaat op een gegeven moment weer racen. Die heeft een zwaar ongeluk gehad en dat geeft Riley ook stress, want ze is gewoon heel erg bang dat er weer wat gebeurt als hij in die raceauto stapt. Nou, dat gaat uiteindelijk wel goed, maar dan breken spontaan haar vliezen en moet zij dus alsnog bevallen, terwijl Colton eigenlijk niet in de buurt is, want die is op een racebaan. Dus hij vliegt met gierende banden terug naar het ziekenhuis. En ze krijgen dus een zoontje. Maar Riley moet heel geïsoleerd leven. Want aan hun poort staan dus continu de verslaggevers om een reactie te ontlokken op dat filmpje wat is gepost. En Riley ontwikkelt hierdoor een postnatale depressie. En dat is echt heel heftig om te lezen, want ik heb er wel eens van gehoord. Maar ja, ik weet niet of dit heel realistisch is wat wordt beschreven, maar het was echt heel heftig om te lezen. Ze voelde helemaal geen binding met het kindje en ze liep er eigenlijk een beetje als een zombie bij. Het enige wat ze wilde was slapen en op een gegeven moment ging ze niet eens meer naar het kindje toe als hij aan het huilen was. Dus er is op een gegeven moment een dokter bijgekomen, toen heeft ze ook een medicatie gehad. En dan was er ook nog een probleem met een van de kinderen op haar werk, want ze, die had niet echt een fijne familie en er was voor hem iemand gevonden die hem wilde adopteren, maar dat was zijn eigen oom en dat was geen goed voorbeeld. Daar heeft ze ook heel veel stress over. En Colton wil dan heel graag dat jongetje adopteren, alleen Riley wil dat niet, want ze zegt dat kan ik niet maken tegenover de andere kinderen, want ze hebben allemaal een speciaal plekje in mijn hart. Dus eigenlijk al met al is het gewoon een heel heftig boek. Als je echt volledig wil weten wat er nou allemaal misging en gebeurde, raad ik je aan om hem zelf te lezen. Maar ik vond hem best wel heel erg heftig. Ik ben wel heel blij dat ik hem gelezen heb, maar ik vond af en toe sommige dingetjes vond ik best wel heftig en ook best wel moeilijk. Ik denk ook dat dit het laatste boek is uit deze serie. Ik heb heel erg genoten van deze serie. Je ziet echt dat het met horten en stoten gaat, maar uiteindelijk komt gelukkig alles goed en dat is wel heel fijn. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Voor Altijd Samen Met Jou. Dit is een boek van E.L. Todd en deze komt uit de Voor Eeuwig serie. En dit is alweer boek 11, dus er zitten best wel veel boeken in. In dit boek zoekt Clementine Ward op in Londen en ze verblijft een week in zijn herenhuis. En tijdens haar verblijf ontmoet ze zijn zus. En dit is niet een hele fijne eerste ontmoeting. Want Bart is op dat moment aan het werk en zij had natuurlijk niet op bezoek gerekend. Maar haar zoontje moest even naar het toilet en dat huis was dichtbij. Dus dat was haar eerste ontmoeting met de zus en het neefje en nichtje van Bart. Slate die confronteert Trinity weer eens met de situatie en ze krijgen eigenlijk een hele fikse ruzie. Slate vindt dat hij zichzelf helemaal aan Trinity heeft gegeven. En dat hij eigenlijk een huwelijk gewoon een stuk waardeloos papier vindt. Maar Trinity had heel erg gehoopt dat Slate haar zijn huwelijk zou vragen. En dat is niet gebeurd omdat Slate niet wil trouwen. Trinity denkt daar dus ook heel anders over. En hun ruzie blijft maar voortduren en ze komen er eigenlijk gewoon niet echt uit. Het is gewoon echt een heel getouwtrek omdat de een wil trouwen en de ander niet.
Arsen die werkt inmiddels in de tattoo shop van Ryan. En uiteindelijk besluit hij dat hij er klaar voor is om die zelf te runnen. In het begin is hij best wel terughoudend, maar eigenlijk uiteindelijk neemt hij de touwtjes in handen en beseft hij ook dat hij eigenlijk best wel goed is in het leiden van een bedrijf. En dan start hij ook zijn eigen bedrijf. Hij wil heel graag zijn eigen garage opstarten en met hulp van Ryan doet hij dat ook. En als alles dus goed loopt, gaat Ryan er vandoor en staat hij er alleen voor. Dat komt hem ook tot het besef dat er nog één belangrijk ding is wat hij moet doen. En dat is het opzoeken van zijn dochter. En hij wil haar heel graag terugkrijgen in zijn leven. Maar dat is niet een hele gemakkelijke situatie. Want hij is er natuurlijk nooit voor dit meisje geweest. Voor Kaisen en Sky is het best wel een hele gespannen situatie wanneer Trinity en Slate ruzie hebben. Ze willen hun allebei heel graag helpen, maar ze weten eigenlijk niet hoe. En Slate is de beste vriend van Kaisen, Trinity is de beste vriendin van Sky. Dus het is gewoon een hele lastige situatie hoe ze hieruit gaan komen. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik over dit boek wil vertellen. Omdat ik al zeg, ik wil niet te veel spoilers weggeven. Maar ook dit boek vond ik heel erg leuk. Ik ben ook altijd heel snel door deze boeken heen. Want ze lezen gewoon heel lekker weg. En ja, ik vind het gewoon een fantastische reeks. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Juist. Het is geschreven door Janna Asten. En ik ga je heel eerlijk vertellen. Het gaat over een man en een vrouw. Maar ik weet hun namen niet meer. En ik kan ze niet terugvinden. Het komt erop neer dat de vrouwelijke hoofdpersoon in dit boek heeft hele fijne kinderjaren gehad. Maar is eigenlijk stiekem verliefd op de beste vriend van haar broer. En zij heeft ook echt het idee dat hij de ware voor haar is. En daar heeft ze haar zin ook op gezet. En zij bespreekt het ook eigenlijk met haar, haar vriendinnen. Of zij studeert ook nog. En zij zegt, nou, ik moet hem gewoon hebben. Alleen als zij dan met rond feestdagen naar huis toe gaat, heeft zij het plan bedacht. Ik kan mooi terugrijden met die vriend van mijn broer. Want ja, zo kan ik een beetje bij hem in het daglicht komen. Alleen dan blijkt dus dat die jongen ook een broer heeft. En die offert zich op van ik breng haar wel naar huis toe. Dat vindt zij natuurlijk helemaal niet leuk. Want ze, ja, ze wil per se dat die broer van hem haar naar huis toe brengt. Dus ja. Maar ja goed, hij brengt haar naar huis. Hij stelt haar wat vragen wat ze helemaal niet prettig vindt. En uiteindelijk zegt hij ik zie je nog wel weer een keer. Zij denkt van hoezo ik zie je nog wel een keer. Ik hoef jou niet meer te zien. En hij blijkt ook nogal goed in hekken te zijn en ze hebben elkaar toch nog een paar keer getroffen. En toen heeft hij de relatiestatus op haar Facebook veranderd van in een relatie met. Dus die jongen die zij eigenlijk zo leuk vindt, daar is zij naartoe gegaan. En die kwam zij tegen en die zegt, nou wat leuk dat je nou met mijn broer bent. Ik ben zo blij voor jullie. Ze zegt, waar heb je het over? Ja, over die relatiestatus op Facebook. Dus zij is in eerste instantie heel erg boos, maar deze beste man die heeft haar ook een paar hele dure schoenen gestuurd die ze eigenlijk niet terug wil sturen, want dat zijn schoenen die zij zelf niet kan betalen. Uiteindelijk gaan ze toch een paar keer op date en komt ze er eigenlijk toch wel achter dat deze jongen wel heel erg leuk is. Leuker dan ze had verwacht. Ze heeft zelfs ook het idee dat ze echt jarenlang verliefd is geweest op de verkeerde. Dat ze haar toekomst zo heeft voorspeld dat ze eigenlijk geen oog meer had voor andere mannen. Het is toch wel leuk om te zien hoe het uiteindelijk opbloeit tot een hele mooie relatie. Sorry voor dit hele warrige verhaaltje, want het is gewoon heel lastig als je de hoofdpersonen niet meer weet. Maar zoals ik al zei, ik kan ze niet meer terugvinden en het zit in mijn hoofd helaas niet meer. Maar het is wel een hele leuke boekenreeks, ook echt een hele leuke schrijfster, Janna Asten. Dan waren dit mijn gelezen boeken van april. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb uit kunnen leggen. Het laatste boek was sowieso heel erg onduidelijk omdat ik geen namen wist. Sorry daarvoor. Maar ja, helaas gebeurt het soms. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je naar aanleiding van deze video zelf benieuwd bent naar een van deze boeken. Of dat je misschien zelf een van deze boeken al hebt gelezen. Zou ik het leuk vinden als je het laat weten in de comments. Ik heb in ieder geval heel erg genoten van deze boeken.
Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op dat rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf met een rode button. Daarnaast staat het belletje. En als je daarop klikt, krijg je de melding van zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!